Zie ik dan nou een lege waan? Misschien. Of een volle waan? Holy shit, die ragdoll. Oh, ik dacht mijn grap. Oh ja, die grap is ook. Hey, bij mij ligt er een boekie. Hey, dude. Hans, ik heb een zoon. Heb je een zoon? Ik ben eindelijk papa, jongen. Ik ben nog in de loading screen. Ik zie nog niks. Ik snap de grap nog niet. Oh, moet je even al tappen en zo en dan weer terug. Nou hangt ie. Hij heeft een survival boek bij. Even kijken, al tappen. Oh, hij doet het! Ja! Heb je... Oh mijn god. Oh, we zitten in een vliegtuig. Mijn zoon kreeg een volle kopstoot, man. Hij zat lekker Netflix te kijken. Oh shit, oh nee. Oh nee. Oh man. Dit is Oh mijn god. Oh mijn god. Nee. Kijk wat er op je poort ligt. Oh, wat... Nassie? Nee, Nassie? Dat zijn fucking maden. Maden? Wie heet er nou al? Maden? Oké. Oh. Ja. Oh man. Helaas. Oh, maar er staat een naakte man voor me. Oh. Een naakte man. Hij neemt mijn zoon mee. Nee. What the fuck is dat? Oh nee. Then suddenly. Opeens kwam jij voor me in beeld. In de cinematic. Dus mijn zoon werd er vet tragisch gekidnapt door een of andere inboeling. En opeens zie je hand zo ploep. Dat was echt fucking droom. Okay. Hans? Oh shit, hier ligt echt fucking veel. Hans, okay. Hans die plant die pasta. Oh, ik heb die maden opgegeten. Ja, ik ga meteen loot. Holy shit, die muis dat gevoel ook even instellen. Dit slaat nergens op. Oh mijn god, ik draai echt een rondje als ik die muis 2 centimeter verplaats. Wat kan ik? Waarom kun je niet naar de play? Dat is toch ook een survival ja, behoefte? Ja, dat zou ik ook wel zeggen, ja. Eat it. Just eat it. Uh-huh. Oké, nou, what the fuck? Ik heb alweer maden gegeten. Ik Thijs. Ook. Ik bedoel Hans, sorry. Oh, Hans. Oh, je zei het. Oh, ik zeg, nee, ik zeg je naam, deed het verkeerd. Oké. Okay. Hey, ik heb een bijl. Die heb ik je net gepakt van deze... Wacht, kun je... Ik leef weer. Wacht, leef jij ook? Leef jij? Hello? Je bent echt fucking lelijk. Ah, bitch! Hey, paddenstoelen. Oh, ik... Koude smeren. Oh mijn god, ik heb paddenstoelen gegeten. Ja, ik ook. Oh jee. Oké, we gaan trippen. Was dat nee, goed? We gaan trippen. Was dat goed? We gaan trippen. Okay. Bitches be trippen. Hey, dude, er staat gewoon een huis spin. Daar. Oh shit, je kunt de koffers openmaken als je erop mapt. Oh, oké, ik doe mee. Bam! Boost, ik heb boost. Dude, heb je al gezien dat hier gewoon een fucking huis staat? Nee, ik bedoel, ik wil eerst dit. Op een onbewoond eiland dat een beetje bewoond ik is. Ik heb 3 cash. Oh, wat heb je eraan? We zijn aan het overleven. Ja, en maar shit. Ja, ik heb 3 cash. Ik heb wel veel boost, daar doe ik het voor. Ja, ik heb ook boost. Dude, we zijn dus op een onbewoond eiland, een steen, hè? Ja. Maar daar staat een huis. Hey, waarom neemt iemand een steen mee in de koffer? Ik snap het niet helemaal, maar echt gewoon een fucking grote steen, hè? Want dat komt wel door een metaaldetector. Waarom zou je een steen meenemen? Omdat metaal niet door een detector komt. Ik snap het niet. Zullen we even alles hier van die cliff afduwen? Ja, dat is doen. Ik ga eerst eventjes alles looten hier. Waarom heeft iedereen van die madenbakjes hier liggen? Dat is voor als je crasht. Oh, wacht. Zie ik dan nou een lege waan? Misschien. Of een volle waan? Holy shit, die ragdoll. Oh, ik dacht mijn grap. Oh ja, die grap is ook best wel leuk. Well shit. Hey, doei. Oké, ik denk... Wacht. Ik denk dat wij de ernst van de situatie niet inzien, Hans. Oké. Is er dan wel een ernst? We zijn net gecrashed. Onze zoon is gekidnapt. Ja. Yeah. Want het is een jongetje, een kid. Yeah. Een kind, ja. Uh-huh. En we zijn gecrashed en we moeten overleven, want er zijn geen andere overlevenden. Wacht, maar wie kidnapte hem? Want dat stukje skipte ik dus. Oh ja, ik skipte het ook half omdat jij er opeens vol met je fucking hoofd voor stond. Uh-huh. Een of andere inboorling gast. Oké. Okay. Oh shit, je hangt ook gewoon een hoofd opgehangen. Oké. Echt? Ja. Ja, hier. Kom. Oh, jij hebt het ook. Wat flikkert hier dit naar onder, jongen? Tering, wat een kutboom. Ik ga hem omhakken. Haak. Kan ik loinen? Haak. Zweeft hij nou? Hoe de fuck? Oké, hij valt om. Kan ik eronder staan? Dat is de echte vraag. Dit is wel... We zijn in de experiment. Oké, hij valt gewoon omhoog, maar... Oh, Hans, ik heb een déjà vu. Because that's quite bad. Nou? Ik zit in een vliegtuig en mijn zoon is alweer. Oh, ik ben er nog niet. Oké, alweer niet. Ja, zei ik toch, déjà vu. Hey. Oh nee, ik crash weer, Hans. Jij voelt mijn pijn niet, toch wel? Nog niet, misschien zo wel. Oké, en ik ben eruit geskipt. Tennisbal, oh my god. Waarom zit iedereen maden te eten, though? Ja... Ik weet het ook niet. Zal wel nieuw zijn. Dat is een nieuwe trend.
Ja, is nu vertraind. Okay. Oh, Hans. Oh, daar zijn we weer. Ja, ik leef. Ik zie jou nog niet, je bent, maar nu, je bent nu een kale zwarte man. Oh, oké. Ben ik zwart? Ja, je had beter geen exit kunnen doen, jongen. Je bent nu een heel ander persoon. Oh, ik heb eigenlijk altijd al zwart willen zijn. Hoe zie ik er nou uit? Jij bent, je lijkt op fucking Steve Jobs, man. je bent wel heel intelligent. Ja, dat klopt. Is dat een gestrale troost? Nee, ik kan nou ook gewoon heel intelligent op foto's staan van boeken. Ik ben nog steeds wel heel lelijk. Ja, maar ja. Jongen. Nee, hoi, jongen. Ik heb al die koffers hier lopen. Oké. Ga even hoi zeggen tegen iedereen. Echt heel lelijk, hè? Ja. Oké. Yo, Roots. Welkom bij The Forest. Nieuwe serie. Speel ik samen met Hans. Ja. Rudy is dik en lelijk. Maar dat zijn we gewend van mij. Anyway, we hadden net even wat issues, dus we zijn weer opnieuw begonnen. En nu zitten we dus ook meteen op een andere locatie en ik sloeg een vogel neer. Hans, kom met me spelen. Je kan die vogels uit de lucht slaan. Serieus? Anyway, laat me alvast weten in de comments. Waar zijn de vogels? Na de video en zo, wat jullie ervan gaan vinden. Ik weet niet wat ik wil zeggen, man. Oké, zal ik even het woord voeren? Ja, doe maar. Oké. Lijkt alsof we in Schotland zijn. Ja, we zijn ook in Schotland. Weet je wanneer we echt in Schotland zijn? Oh, nee. Zodat ik een geweer vinden. Oh, vinden we een geweer? Ja, dan ben je in Schotland. Ah, ik schiet dat je een goeie, hè? Afland. Dat is goeie. Ja. Nee. Okay. Hey, Thij. Anyways, wat jij dus volgens mij wilde zeggen, wat ik dus moest gaan zeggen, is dat iedereen reacties moet achterlaten wat je ervan vindt, zodat we dit vaker kunnen gaan spelen, want dit is een awesome game. Ik bedoel, ik geef je helemaal geen mening die je hebt gegeven. Er zit een spin onder een steen. Ik ben meningen aan het forceren, Rudy, hoor je dat? Ze moeten het leuk vinden. Ze moeten het leuk vinden. Want anders kunnen we alleen nog maar Ark spelen. En dat willen we niet. Ja. We willen niet. Oh, ik krijg die spin niet dood. Dit wordt gewoon echt 20 minuten, Rudy, die een spin probeert dood te hakken. Hans, kom maar helpen. Kom naar mij toe. Je kunt struiken eten, zie ik. Ja, maar kom naar me toe. We gaan deze spin doodmaken. Ik ben aan het kotsen. Oké, dat is niet goed. Oké. Serieus, ik ben dood aan het gaan. Maar niet uit, kom helpen met die spin is weg. Laat maar, je bent wat te laat. Oké, raap een steen op. Ja. Oh nee, laat maar, er zit geen spin onder. Eet deze planten. Waarom? Zo heel voorzichtig. Jij ziet de ernst van de situatie niet in met je hoofd. Wij zijn gecrashed. Onze zoon is ontvoerd. Ja, we zijn een gay paar, blijkbaar. En geen idee. En? Ik weet niet. We moeten drang hebben om te overleven en shit. Wat heb je op jouw shirt staan? Ik kan niet... I love dicks. Wat heb jij op jouw shirt staan? Nee, er staat I love raving. Echt? Ben ik zo'n persoon? Nee, er staat I love traveling. Oh. Ik dacht, laat ik het interessant maken, maar helaas. Mam, gewoon je steen. Anyway, we can't carry any more rocks. We moeten overleven, man. We moeten alle mysteries ontrafelen. Oh mijn god, oké. We kunnen picknicken. Je kunt dingen combinen als je ze naar de mat sleept of iets. Dat is goed nieuws, oké. Je kan ook een metal tin tray equippen. En links heb je als het goed is een talkie walkie. Ja. Press Q to communicate, oké. Hallo? En je kunt er schijnbaar... Oh, hallo, Hans, hoor je me? Kun je me ontvangen, Hans? Oh, ik hoor je. Oh, ik hoor je. Oké. Zeg je dat via Q of niet? Hey, bitch. Hans. What the fuck? Ik heb een bakje gepakt. Oké. Nou, zet hem op je hoofd. Hey, wil je eten? Nee. Je ziet eruit alsof je spaargeld wilt van mij. Basics of survival. Shelter. Oké. Ik ben het lezen. Click to play. Oh, zo moet je dingen craften. Zie je dat? Nee, waar? B en dan click to start, weet ik veel. Nee. Waarschijnlijk kun je hem dan neerzetten en dan kun je er naar resources er naartoe plaatsen of zo. I don't know. Oh, en je kunt je game saven in een shelter. Oké, dat hadden we net eens moeten doen. Ja. Hey, maar nou moeten we dat huis gaan zoeken. Oké, ik zet hem gewoon even hier neer bij het vliegtuig. Ik kan hem plaatsen hier nu. Ja, maar dan moet je hem aanvullen met de materials die je nog moet verzamelen. Oh, shit. Oh, volgens je. Daar zitten twee. Je moet de bomen wel opvangen als ze ondervallen. Van die vogeltjes krijg je veertjes en vlees. Die bomen die vallen gewoon over je hoofd heen. Het is fucking droog. Ik ben er bang voor. Oh, ben je nou ook een shelter aan het maken? Oh mijn god. Ja, tuurlijk, jongen. Alsof ik bij jou wil slapen. Kom op, zeg. We zijn niet echt homo. Nou ja... Nee, ik ben hetero. Ik heb een vrouw thuis zitten en kinderen. Oh nee, dat kind is ontvoerd, hè? Ja, oh. Inderdaad. Nee, je snapt wat ik bedoel. Dat je een kind hebt wil ook helemaal niet zeggen dat je hetero bent, volgens mij. Tegenwoordig kan echt alles. Ja. En met alles bedoel ik, mensen kunnen bijna vliegen. Ja, bijna, maar nog niet helemaal. En ze kunnen nu kunstmatige inseminatie kunnen ze een eitje in een zaadcel stoppen. En volgens mij heb ik geen goede biologie lessen gehad. Ja, je kunt geloof ik ook twee zaadcellen in elkaar stoppen. Geen idee of dat werkt, science, maar kan vast. Doing it right. Moet je om die boom heen lopen? Nee, je moet er echt onder gaan staan. Als die op je valt, ga je dan dood? Nee. Wat? Oh, je komt met een steen rollen. Waar sta jij? Nee! Oh. Wacht, blijf staan. Hoe?
Nee, je gaat mij killen met die steen. Oh mijn god, die steen gooi je tering ver. Ja, je gooit alles fucking ver. Echt? Kun je die boomstam ook weggooien? Ja. Ja, nee, drop. Drop de boomstam. Drop. Yeah, val op je hoofd. Okay. Wat? Sortering droog, ja. Ja, ik heb een huisje. Oh, dude. Hier is het huisje weer, die hut. Die toko. We zijn helemaal niet ver weggeland van de vorige spot. Waar is de toko? Laat je zo zien. We bouwen eerst even onze shelter af, zodat we kunnen saven. Ik heb de shelter. Ah, ik moet nog één branch. C. Je moet nog met één C tak. Wat kun je met C? C? Huh? I don't know. Misschien is het 7. Van C van save. Oh, ja, misschien slaap je dan wel en dan krijg je... Hou je bek. Die viel echt laat. Gewoon een broeder, een tak. Ja. Ik heb hem. Ik ga hem nu afmaken. Hebben we eigenlijk alle backpacks geloot? Ik denk het. Of ja, we hebben al het eten. Oh ja, bitch. C. Oh, ik heb er nog één gevonden. Eindelijk, ik kan save en het beeld wordt zwart. Oh, ik heb batterijen. Ik heb gesaved, man. Ik heb gesaved. Oh, echt? Ja. Ja, laten we kijken. Misschien ligt er iets van een zaklamp of zo. Wacht, hebben we booze? Ik bedenk me net iets. Heb je... Booze. Ik heb twee booze. Oké, als je nou eens booze combined met een rag of met een klof. Molotov, bitch. Ik denk dat dat wel best kan, eigenlijk. Ja, ik heb een molotov. Hoef je me niet? Het is beter als je aardig bent tegen mij. Oké. Hans? Heb je molotov? Oh, mijn god, je hebt een molotov. Oké. Wees aardig. Je hebt hem al aangestoken, man. Kan ik hem ook wel uitsteken? Oh, dat geeft licht. Wacht. Hij kan niet meer uit. Wat moet ik ermee doen? Ja, gooi het weg, maar niet te dichtbij. Oké, volg mij. Stel, volg mij. Daar komt hij. Stel, volg mij. Kom niet te ver of niet te dicht achter je, want ik vertrouw je niet. Nee, volg mij gewoon. Er is niks aan de hand. Ja, Oké, we zijn er. Oh, zijn we bij die hoofd? Zijn we de hoofd? Oké, hij is weg. Alles is oké nu. Alles is oké. Oké, laten we omdraaien. Waarom? Gewoon. Wat mis ik? Niks. Wat mis ik? Je mist mij. Weer tennisbal? Dat hoor ik allemaal. Ja. Oh, gooi de tennisbal. Oké. Oh, ik ben geen hond, doe ze normaal, man. Oké, dat was hem. Oh, ja, nog een tennisbal. Oh. Nog een tennis. Oké, gooi hem. Ik sla hem. Te veel tennisballen. Oh mijn god, hier hangt gewoon een touw. En hier ook. Hey, that's pretty good. Ja, die heb ik ook net gepakt. Die zijn wel handig. Ik wil een speer hebben of zo, kan dat? Want ik voel me niet veilig met mijn bijl. Step 2, basic fire. Je hebt nodig... 7 bladeren en 2 sticks. Laten we even terugrennen naar onze shelters en daar een campfire plaatsen. Ja, doen we. Geen idee hoe je een bladeren komt hier in het bos. Oh, hier liggen trouwens nog best wel veel dingen eigenlijk die we niet hebben gezien. Oh, die gaan we dadelijk wel allemaal verkennen en shit. Oké, dude, ik heb weer 2 sticks nodig. Het wordt nu snel donker, kom terug naar die shelter. Trouwens, dan kunnen we meteen even konijnen opstoken en vogels. Wat? We moeten toch eten, jongen. Je moet denken als een survivaler. Oh ja. Niet als een beschaafd mens. We moeten dieren eten en kapot hakken. Ja. Wacht, hoe kom je aan sticks? Laten we gewoon een bom hakken. Je zou toch zeggen, hè? Dat er bij een crash ook nog... Oh, wat? Heb je... Dat er bij een crash ook nog gewoon mensen dood zijn gegaan. Die kunnen we toch ook eten? Of ja, maar... denk ik nou als een kannibaal? Er zijn geen mensen. Alleen de stewardess ligt er, of niet? Nou, die kunnen we toch eten? Ja, maar die kan ik niet in stukken hakken. Dat vind ik een beetje jammer. Heb je het geprobeerd? Trouwens, waarom gaan we nu al onszelf verlagen tot cannibalisme? Light it up. Light it up! Wat deed jij? Fixte jij hem of wat? Ja. Oh, ik heb iets gedaan. Hoe deed je dat? Oh, je kan er extra shit op gooien zodat het harder gaat branden. Ja, maar hoe deed je dat net? Hoe zorgde je dat je hem aan kon steken? Ik deed gewoon een aansteker inhouden. Edible cook on a fire to eat. Oké. Oh, Oké. Je moet hem inzetten. Nou, hoe kun je bladeren pakken? Waar zijn bladeren? Echt overal volgens mij. Volgens mij is je gewoon in de straat. Ik sta in de fik. Oké, alles is goed. Alles is oké. Okay. Oh, ik heb meat. Ik heb meat. Ik heb koken, oké. Ja, ik heb het ook gekookt, maar ik zie het nergens meer. Het ligt in het vlees. Of in het vuur, sorry. Als je dat in de buurt... Oh, eat. Oh, hier, eat. Hey. Oh, okay. Het ligt ook gewoon echt op het hout, jongen. Alles... Het ligt op het hout. Het is nu al fucking donker al. Oké, Roots, dit was de eerste van The Forest. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en meer willen zien. Er komt sowieso nog meer. Dus prepare thy anus. Sorry dat ik dat zei. Nee, ik wil echt niet meer met jou in één tent slapen. Daarom hebben we er 2. Haha. Oh ja. Anyway, thanks voor het kijken. Hey, bedankt allemaal. Hey, bedankt allemaal. Ik zie jullie de komende zondag in de kerk. Später. Später. Ja.